Bergkamp. Pettersson, ja. Davids. 1-0. Ja, dat is iets wat, waar wij natuurlijk gewoon dagelijks op trainen. De derde man, het neerleggen voor elkaar, een goede inspelpas. En dit ziet er zo simpel uit. En het is het moeilijkste wat eigenlijk te spelen is. In 1993 stond het Ajax van Louis van Gaal in de halve finale van de beker ook tegenover Feyenoord. De Amsterdammers waren in topvorm en zouden de thuisploeg alle hoeken van het veld laten zien. Sonny Siloy was die dag een van de Ajaxiden in de Kuip. Hij herinnert zich nog goed hoe groot het overwicht van Ajax was. Nou ja, die wedstrijd, wij domineerden op alle fronten. Of het nou aanvallend was of verdedigend. En ja, je ziet ook de uitslag, dat is 0-5. En wij konden zelf het tempo bepalen, zeker aan de bal. Want we hadden natuurlijk wel heel veel spelers met kwaliteit. We hadden snelle spelers, we hadden Overmars, we hadden Davids, die was snel. Bergkamp was snel. Nou, Pettersson hield altijd wel eens een balletje vast. Die zette die dikke kont er altijd in. Ja, we hadden wel heel veel mogelijkheden. Dat had Ajax zeker. Onder Van Gaal was de ploeg op weg naar de wereldtop en die kwaliteit was bij vlagen al zichtbaar. Tegen Feyenoord stalen met name Edgar Davids en Dennis Bergkamp de show met respectievelijk 3 en 2 goals. Oh, zo heb ik het tot nu toe alleen door Mario zien doen. Dit is gewoon een fantastische aanval. Ik denk dat we blij zijn met de aanval en het doelpunt waarschijnlijk. Ik vond het een fantastische aanval. Het is een beetje hetzelfde als het eerste doelpunt. Pettersson en de Boer zetten Bergkamp door 1 keer raken, vrij voor de keeper. Dan deze prachtige bewegingen en dit heerlijke balletje. Dit geeft een gevoel van macht. We waren zo sterk. En ja, dat is wel lekker als je weet dat je naar Feyenoord toe gaat. Dat je eigenlijk weet dat je op elke positie gewoon op dat moment veel beter bent. En dat overwicht werd door Ajax in 93 na rust nog eens extra benadrukt. In de tweede helft vergrootte de ploeg de voorsprong van 2-0 naar liefst 5-0. Overmars, Overmars. Ah, goed gedaan jongen. Ajax kan zich gaan opmaken voor de finale tegen Heerenveen op 20 mei in dit stadion. Davids. Ja, geen buitenspel. Ja, nu dan een keer Vink. Ze komen met z'n tweeën op de goede af. Bergkamp. Een trainingsdoelpunt. Mooie handzoen van Bergkamp voor Vink. Waar het mooie voetbal is van Ajax. En er zou nog een prachtig uitroepteken achter de wedstrijd gezet kunnen worden door Davids. Het is 5-0 door het derde doelpunt van Edgar Davids. Het huidige Feyenoord, ja, die zal zeker als ze die wedstrijd spelen met dezelfde instelling komen als de afgelopen keer met die 6-2 wedstrijd. Agressief, op de man, op de bal, alles doen ze wat ze eigenlijk niet mogen, maar dat ze toch doen. En als je dat laat overkomen, ja, dan ga je waarschijnlijk die wedstrijd weer op die bepaalde dingen ga je die verliezen. Kwaliteit heb je genoeg. Als je niet hetzelfde geeft als Feyenoord in de agressiviteit, ja, dan kan het wel eens vervelend aflopen. Ik denk dat Ajax nu wel geleerd heeft dat je dat niet een tweede keer in de korte tijd mag overkomen. Durf jij je aan een voorspelling te wagen? 1-3. Dat laatste keer ook goed tegen NAC. 5-0 thuis. Dus ik ga naar het casino vanavond.